John Twenneman, dankjewel dat wij van Omroep Houten bij jou mogen komen vanochtend. We gaan het hebben over het nieuwe werken. En ik heb begrepen in het voorgesprek dat jij een soort van specialist bent in het nieuwe werken. Oud Gisperman. Je werkt nu voor Human Space. We zien het op de achtergrond, het logo. Maar misschien kan je wel iets meer vertellen over je eigen bedrijf, over Human Space. Wat doe je hier nou? Human Space is een netwerkorganisatie. En Human Space richt zich op het adviseren en ontwerpen van anders werken en anders huisvesten. En dat doen we op een bepaalde manier, op een bijzondere, onderscheidende manier, waarbij we alle aspecten die van invloed zijn op het anders werken en anders huisvesten erbij betrekken. En, een aantal daarvan wil ik noemen. Het moet niet alleen gezond zijn, het moet inspirerend zijn, het moet ook vooral ook duurzaam zijn, maar tegelijkertijd ook efficiënt en effectief. Efficiënt in de zin van niet meer middelen gebruiken dan nodig is, waar mogelijk besparen, maar vooral ook effectief, gericht op anders werken, maar productiever werken. Ja, ja, ja. Dus meer aan het werk gaan. Ja. En je zegt we, begrijp ik eruit dat jij ook alweer in een netwerkorganisatie ja, zit? Ja, nou, Human Space zelf bestaat uit drie partners die ieder zeg maar, een specialiteit hebben, waardoor we het hele traject van anders werken en anders huisvesten kunnen afdekken. Maar we is ook vooral een netwerk, want wat voor Human Space heel normaal is, is dat afhankelijk van het project dat er specialisten bij gehaald worden. En een voorbeeld is dat als heel erg voornamelijk op duurzaamheid wordt gelegd, dat er dan een specialist op het gebied van duurzaamheid bij gehaald wordt. Dus afhankelijk van het project stellen we het team samen en dat is dan de vorm. Ja, oh, oké. Okay. Maar zoals ik dat nou zo'n beetje beluister, dan heb je het over de missie en je passie. Ja. Maar wat kan je nou echt verwachten als je Human Space opbelt? Waarom moet ik je überhaupt bellen? Laat ik het maar zo zeggen. En wat krijg ik ervoor? Ja. Nou, ik zou het liefst gebeld worden door organisaties, met name kantoorhoudende organisaties. We richten ons niet op productiewerkomgeving, dat is natuurlijk ook een werkomgeving. Maar liefst gebeld worden door kantoorhoudende organisaties, liefst ook kennisorganisaties, die geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn hoe zij hun manier van werken en hun manier van huisvesten beter kunnen doen. Het daar meer uit kunnen halen. Onze constatering is dat over het algemeen toch op een suboptimale manier gebeurt. En op het moment dat je Human Space inschakelt, dan geef je jezelf de gelegenheid om daar meer uit te halen. Ja, ja. En waar we mee beginnen dan, is vooral heel erg analyseren, veel interviews doen, veel workshops houden. En aan proberen te analyseren van hoe de cultuur, de strategie en de structuur van de organisatie in elkaar zit. En hoe we dat kunnen verbeteren naar andere manieren van werken. Maar tegelijkertijd, en dat is wel heel belangrijk voor Human Space, we zijn geen organisatieadviesbureau. Het gaat ons om inzicht in de organisatie en het vervolgens vertalen naar een andere manier van huisvesten. Oké. Okay. En daar komt je oud Gisper Met name mijn achtergrond. Hè. Ja. Mijn specialiteit in het samenwerkingsverband Human Space is ook vooral gericht op de vertaalslag naar het interieur. Naar de inrichting. Ja, oké. Okay, ja. Nou hebben wij in het voorgesprek al een beetje gesproken van, over het nieuwe werk, want dat is het onderwerp van vandaag. En je zegt, Rob, dat moet je niet als een discrete periode beschouwen van één keer is er van het ene jaar op het andere jaar is het nieuwe werk ontstaan. Het heeft een wat langere voorgeschiedenis. Ja, en dat kan je met name uitleggen aan de hand van een tijdsbalk. Ja. Beter begrip zou wel zijn het nieuwste werken. Okay. Want het heeft te maken met veranderingen, het heeft te maken met ontwikkelingen. Ja. Maar ik had het je aangegeven, ik leg het liefste uit toch in een wat historische context. Want dan begrijp ik een beetje waar het vandaan komt. Volgens mij heb je daar een sheetje over. Ja. Dat laten we zo zien. Ja. Ja. Ja, ja. De grote veranderingen in kantoorhuisvestingen, anders werken, tekenen zich af vanaf de jaren 70. De Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een enorm gat geslagen. Dus de jaren 60 zijn gekenmerkt door wederopbouw. Maar in de jaren 70 zie je dat er een aantal hele belangrijke ontwikkelingen zijn. Dat zijn maatschappelijke ontwikkelingen, die zou je onder noemen democratisering en gelijkheid kunnen vatten. Dat zie je ook meteen terug in de manier waarop samengewerkt wordt, organisatievormen gestalte krijgen. Maar je ziet het ook gelijk terug in de manier waarop kantoren ingericht worden. Bijvoorbeeld de kantoortuin is een typisch product van de jaren 70. Ja. En die kantoortuin die sluit ook heel erg aan op wat men op dat moment wilde en hoe men met elkaar om wilde gaan. Die gelijkheid zie je daarin terugkomen.
Maar je ziet bijvoorbeeld ook een heel belangrijk fenomeen, dat is onder de noemer technologie, je ziet de komst van de computer. In de jaren 70 komt de computer in het werk. Maar dat is in de jaren 70 nog een terminal, hè, waar, ja, je, een waar je een groot logding, waar je gemeenschappelijk gebruik van maakt. Zeker niet één op één, nee. En je moet er al haast specialist in zijn. Je ziet ook de telefoon op de werkplek komen. Hè. Toen ik in mijn studie nog als stage liep, zag je dat, had je met een groepje had je gezamenlijk één telefoon op, ja, de zwemkamer. En de baas die had één telefoon op zijn bureau. Precies. Ja. En, dus je ziet dat in die periode, de jaren 70, dat die kantoorrichting heel erg getekend wordt, bepaald wordt door hoe mensen met elkaar omgaan, hoe organisaties samenwerken, hoe binnenorganisaties samenwerken, maar ook door de techniek. Nou, als je dan kijkt naar de jaren 80, dan zie je de komst van de PC. Rond 85 komt de PC in het kantoor. Enorme impact heeft. Mm-hmm. Ineens krijgt iedereen zelf een computer. Werkprocessen veranderen. In plaats van typen ga je op een computer werken. Mm-hmm. Daar waar vroeger werk aan een secretaresse werd gedelegeerd, kon je dat zelf op je eigen PC. Dus dat had enorm invloed op jouw eigen werkproces, op je, ja, activiteiten. Tegelijkertijd zie je ook dat er daardoor nieuwe problemen ontstaan. Want die computer die brengt een soort van andere werkplek en een andere werkhouding. En je ziet dat problemen als RSI, ergonomieproblemen ontstaan. Je ziet ook dat daardoor weer politiek daarop gereageerd wordt. Want er ontstaan weer zoveel problemen, zoveel ziekteverzuim. Dat een aanleiding is om bijvoorbeeld de Arbo-wet op te stellen. Dat is typisch ook weer voor de jaren 80. Dus de focus op de komst van de PC. En op die techniek en op kabeling. Het is vooral de techniek georiënteerd. Jaren 90 zie je weer een grote stap. Want dan komt internet heel erg beschikbaar. Ineens kunnen wij, met behulp van internet, kunnen we heel andere verbindingen leggen. We kunnen ineens mobiel werken. De komst van de laptop, de komst van de mobiele telefoon. Dat is echt iets van de jaren 90. En je ziet dat meteen weer zijn weerslag hebben op hoe mensen samenwerken of hoe mensen werken. Ineens kun je acquisitie voeren vanuit de auto, want je hebt een mobiele telefoon. Vroeger moest je dat vanuit een vaste telefoon doen. Dus je ziet dat bedrijven daardoor mensen dus anders kunnen gaan werken. Dus direct invloed heeft op hun werkprocessen. En die bedrijven die dat op dat moment het beste deden, die halen daar het meest uit. Maar goed, dat was die stand van de techniek. En dan zie je, als je dan de millenniumwisseling krijgt na jaren 2000, dan zie je dat sterker doorgezet wordt. En dat met name sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, en die zou je kunnen samenvatten onder de noemer de behoefte om een andere balans tussen werk en privé te krijgen, ja, dat die ertoe leiden dat het plaats- en tijd onafhankelijk werken zijn intrede gaat nemen. En dan begint het zich een beetje af te tekenen als het nieuwe werken. Maar het heette natuurlijk in de jaren 70 ook al het nieuwe werken, alleen toen noemden we het niet het nieuwe werken. Ja. Dus vandaar even de toelichting, het nieuwste werken. En als je dat nu naar deze tijd kijkt, en wat we nu het nieuwe werken noemen, ja, dan moet je eigenlijk zeggen, het nieuwe werken is het omgaan met de ontwikkelingen, zoals die er op dit moment zijn. En met name daar het maximale uithalen voor jouw eigen organisatie, voor jouzelf. Ja. Dus wat kan ik met de techniek die nu beschikbaar is? Hoe kan ik daardoor beter, efficiënter, leuker werken? Wat mag er? Dat zijn die sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, dat vinden we goed. Wat geeft de wetgeving aan? Maar bijvoorbeeld de laatste 10 jaar, met name ook de duurzaamheid, het onderwerp duurzaamheid, is belangrijker geworden. Hebben we als bedrijf veel meer omarmd als iets waarmee we ons willen ontscheiden. Dus dat zie je ook zijn impact hebben. Dus samengevat zou je kunnen zeggen dat nieuwe werken, laten we dat vanaf nu het nieuwste werken noemen, het is altijd reageren op de ontwikkelingen, de kansen, de mogelijkheden die er zijn op dat moment. En die zijn morgen anders, ja, dan vandaag.